Leuk dat je kijkt naar weer een nieuwe video. In deze video wil ik jullie weer een update geven met betrekking tot edelmetaal. Ook wil ik met jullie gaan kijken naar wat de Fed nou heeft gezegd en wat dit betekent. We zagen natuurlijk dat veel markten voorgaand deze persconferentie van de Fed behoorlijk in paniek waren en nog steeds zijn. In die periode ervoor was edelmetaal redelijk stabiel, hield zich best wel sterk, terwijl bijna alle andere dingen toch wel redelijk in elkaar aan het vallen waren. Maar op de datum zelf zagen we dat met name zilver toch wel weer een aardige klap omlaag ligt. Dus daar wil ik zo met jullie naar kijken. Laten we dus snel beginnen. Dan starten we deze video met de Fed. De Fed had weer een persconferentie en daar was best wel een hoop spanning weer om. Uiteindelijk is er eigenlijk niet iets gezegd wat we nog niet wisten. De punten die genoemd zijn stonden eigenlijk al vast. Er zou in het voorjaar, en dat is nu wat concreter gemaakt, maart, komt er een eerste renteverhoging aan van waarschijnlijk 0,25%. Later dit jaar volgen er waarschijnlijk nog een aantal. Ze gaan ook stoppen met de steun die ze de economie inpompen. Allemaal punten die we ook in december al wisten. En toch is er paniek om in verschillende markten. Hoe zit dat dan? Nou ja, in principe is het zo dat veel stimulering, lage rente is goed voor financiële markten. En ja, hogere rentes, minder stimulering is gewoon minder voor financiële markten. Omdat je de economie in principe afremt. Waarom stoppen ze hier nou mee? Want centrale banken zijn toch wel redelijk van we stimuleren de economie en dat soort dingen. Nou, dat is ook een bekend verhaal waar we het ook al meerdere keren over gehad hebben in de video's. Dat is natuurlijk de inflatie die torenhoog is. En als we hier kijken naar een grafiekje van Bloomberg, dan zien we gewoon dat in de Verenigde Staten de inflatie heel erg hoog is. En eigenlijk bijna op recordhoogte staat voor een hele generatie mensen. Hij is natuurlijk eerder al wel eens nog hoger geweest, dat was in deze periode. Daar is nou ook een renteverhoging gedaan om het weer wat te temperen. We zien natuurlijk altijd aanzienlijke inflatie op hier één uitzondering na, waar we een keer een hele korte periode deflatie zagen. En nu zie je dat het weer extreem aan het stijgen is en dat de rentes historisch laag zijn. Dus ja, je hoeft niet zwaar economisch gestudeerd te zijn om te begrijpen dat er iets moet gebeuren vanuit de centrale bank om dit probleem te temperen. De vraag is alleen, is het genoeg? Zijn ze nog op tijd? Want in principe zou je ook kunnen stellen dat voorkomen is altijd beter dan genezen. En ja, het is nu toch wel weer best wel achter de feiten aanlopen. En met een goed beleid had het naar mijn mening niet nodig geweest dat dit zo uit de hand is gelopen. Daar heb ik het natuurlijk al vaker over gehad. Wil ik nu niet verder in detail op ingaan wat voor beleid het dan zou zijn. Maar in ieder geval, we kunnen kort samengevat stellen dat het loslaten van een goudstandaard en centrale bankiers die te flexibel worden, dat dat nog nooit goed geweest is. We beginnen deze keer een keer niet met de edelmetalen zelf, maar een keer met een ETF van gold miners. En waarom begin ik daar een keer mee? Ik weet dat er een hoop mensen die interesse hebben in edelmetaal, niet enkel en alleen in edelmetaal zelf investeren, het aankopen of wat voor manier dan ook, maar ook veel in mijn aandelen. En ik weet, omdat ik er zelf ook een positie in heb en ik hoor ook omheen dat hier toch ook een hoop mensen die zeggen edelmetaal gaat ook niet zo lekker en de mijn aandelen is qua daling de laatste periode natuurlijk helemaal verschrikkelijk. Dus daarom dacht ik, laten we daar ook eens een keer naar kijken. En dat doe ik wel met het Van Eck Gold Miners ETF, omdat ik deze toevallig zelf ook bezit. En laten we dan gelijk beginnen met vanaf de top, wat is de daling? Dat is best wel fors. Dat is tot inmiddels de bodem die er nu is. Is dat 37% koersdaling vanaf de top. En die top is gevormd in, even kijken, wanneer was dat? Augustus 2020. Natuurlijk vergelijkbaar met dat betreft wel de koersrichting van goud zelf. Hoe zat het ook alweer met de mijn aandelen? Ik heb wel eens een video gemaakt over de verschillende manieren van investeren. Die zal ik hierboven ook even linken. Maar goud mijn aandelen zijn in principe, omdat ze goud mijnen en dat dan weer verkopen, vrij afhankelijk van wat de spotprijs is en
hoe hoger, voor hoe meer zou je het kunnen verkopen aan bijvoorbeeld weer de smelterijen, des te meer zij verdienen. Dus in die zin zou je kunnen stellen dat, even los van het bedrijf zelf, hoe dat bedrijf ervoor zat qua cijfers en al dat soort dingen, speelt de goudprijs, of als het over zilvermijnaandelen gaat, de zilverprijs heel erg mee in hoeveel omzet ze kunnen draaien en hoeveel winst ze uiteindelijk ook kunnen maken. En de goudprijs is natuurlijk ja, wel redelijk stabiel, maar wel aanzienlijk toch wel licht dalend. En dat merk je dan ook terug hierin. En omdat het over bedrijven gaat en niet over goud zelf, ja, zijn de percentages, en dat is als het omhoog gaat vaak ook zo, toch net even wat anders en vaak wat heftiger dan van het edelmetaal zelf. Stel, je zit in verschillende mijnaandelen. Ik heb het ETF even gepakt, omdat het gewoon min of meer natuurlijk een mandje is van al die bedrijven zelf. Hoe staat dat er een beetje koerstechnisch voor? Nou, eigenlijk nog slechter dan goud zelf. En wat je natuurlijk ziet, als we even iets meer uitzoomen, we staan ook op weekendels ingezoomd, lag de euforie toch wel in deze periode. Hier stond goud natuurlijk ook heel hoog en we zien eigenlijk dat de mijnaandelen minder gepresteerd nog hebben dan goud. Of in ieder geval, ze zijn niet teruggegaan naar dit koersniveau en staan momenteel toch al op het randje van echt een wat grotere kanteling. Ik wil deze kort even ontleden verder met jullie, zodat het ook wat meer duidelijk is. Nou, wat is er gebeurd vanaf, ja, dit is gewoon een top en zelfs een all-time high uiteindelijk hier van deze ETF. En we kunnen stellen dat dus de meeste mijn bedrijf in deze golfbeweging mee zijn gegaan. Wat is er toen gebeurd? Natuurlijk een forse daling hier, dit teruggetest en toen echt de drop naar beneden gemaakt. Uiteindelijk hebben we hier rond 2015 bodem gevonden en zijn we de constructie gaan kantelen. Hier ben je weer omhoog gekomen, heb je eigenlijk dit teruggetest, ben je weer wat teruggevallen en daarna ben je eigenlijk een tijdje gaan rangen en daarna ben je in dezelfde periode dat goud ook uitbrak, toen de coronacrisis ontstond zo'n beetje, maart, april 2020, ben je explosief omhoog geknald. Heb je uiteindelijk hier precies eigenlijk iets mooi teruggetest. Hier dit stukje, eigenlijk dit drop of point wat hier is ontstaan. En toen ben je weer eigenlijk in een lokale downtrend gekomen. En wat we kunnen zeggen, dat we nu op een punt zitten van als je dit stukje, de top van deze range, als je daar doorheen gaat, dan zit dit technisch echt weer in een, of in ieder geval je bent dan terug in deze range en de constructie omhoog is dan eigenlijk volledig verloren. Vind je hier nog ergens support, dan kan je deze constructie doorzetten en zou dit een prachtige terugtest geweest zijn. Dus momenteel, net als dat goud en zilver, en dit gaat dan wat meer over goud, op een punt dat je zegt van nou, breken we het of houden we het, staat dit ook zo, alleen de percentages omlaag in dit geval zijn gewoon een stuk heftiger. Dan wil ik doorgaan naar goud en zilver. Zelf laten we, om het bruggetje in stand te houden, maar gewoon naar goud eerst kijken. Dan zien we dat betreft redelijk hetzelfde patroon. Enige verschil is dat goud zelf wel hier een all-time high heeft kunnen maken. En we zagen net die mijnaandelen, of in ieder geval die ETF, die mix van die mijnaandelen, zullen natuurlijk uitzondering in zitten. Die hebben dat lange na niet gedaan. Dus in dit geval was het fysieke goud een betere keus geweest. En ook als je kijkt naar de uiteindelijk dieptepunt wat we nu gemaakt hebben, zit je daar nog 17% minder boven en zie je dat het ook al wat meer teruggekomen is binnen de range en het eigenlijk redelijk stabiel is de laatste tijd, ondanks dat er af en toe wel redelijke harde, felle drops naar beneden zitten. Hoe staat goud er momenteel dan voor? Nou, eigenlijk deze hele belangrijke gele lijn die ik er toen heb ingezet, wordt eigenlijk weer resistance. Je kan het hier zien mooi op weekcandles. Het was hier resistance, het was hier resistance. Nou, dit zou je kunnen stellen dat dit een fake out was en inmiddels was het daar weer resistance. Hier ben je er met een wick doorheen gewoon uiteindelijk de close weer eronder gemaakt. Dus het technische plaatje is redelijk simpel. Dit is een hele zware resistance.
kan je deze met wat vollere overtuiging breken. Uiteindelijk dit genen, ga je omhoog. Blijft dit resistance, dan is de kans groot dat je weer de onderzijde van deze range gaat opzoeken. Blijf je daar netjes boven, met andere woorden, blijft dit support, blijf je in de range, blijft het redelijk stabiel. Breek je dit, dan gaan we naar de target, zie ik ook vanuit de analyse van de ABN AMRO Bank. Dan ga je richting die kant. Maar voor nu is er met goud eigenlijk in die zin nog niet echt iets veranderd en zitten we nog steeds stabiel in de range. Wat ik wel nog even op wou meten is afgelopen week dan toch alweer de daling die ook goud gemaakt heeft. En dat is wel, vind ik voor termen voor goud, redelijk fors dat goud toch, ja, toch met dat nieuws van de Fed het voor elkaar kreeg om weer 4% te dalen. Dat is wel redelijk fors. En ja, in die zin zou ik dan willen zeggen dat je ziet dat ook daar dan toch alweer een beetje overprikkelende reactie is ontstaan. Hoe zit het dan met zilver? Nou, zilver zit natuurlijk ook in die hele grote range, zou je bijna kunnen zeggen. Dit is één groot blok. Zoomen we wat verder uit, dan zie je dat zilver nog lang niet bij de piek was. Wat wel zorgt voor best wel koerspotentie die best wel groot ligt. Maar het staat er gewoon niet super goed voor als je het vergelijkt met goud. De constructie is dat betreft een stuk zwak. En ik zal met een trendlijntje laten zien wat ik bedoel. Dat zilver, waar goud best wel redelijk die range houdt, best wel duidelijk resistance, support maakt binnen een range en dat betreft redelijk stabiel is, zien we wel dat zilver wel wat meer last heeft van een druk omlaag. En hoe dat dan komt, ja, die vraag wil ik dan wel redelijk open houden, want dat zullen externe factoren zijn. We hebben het wel eens eerder benoemd. Kijk, ik wil niet per se wijzen naar echt manipulaties en oorzaak, maar er is wel gewoon redelijk bekend dat er met contracten wat manipulatie is. Nou, we hebben natuurlijk een keer gezien dat Valsiet zilver geprobeerd heeft om dit te onderdrukken en eigenlijk hetzelfde effect wou bereiken als met een bijvoorbeeld een GameStop. Volgens mij, en dat zou ik dan even moeten controleren eigenlijk, maar volgens mij stond er wel weer iets van Valsiet zilver gepland om weer een poging te wagen om eigenlijk een short squeeze te veroorzaken. Nou, ik schat de kans dat het dit keer dan wel zou lukken redelijk klein in, maar wellicht kunnen ze iets met de prijs doen. Ze doen dat vaak in het weekend door fysiek uit de markt te halen, zodat wanneer de koers weer opent, de spotprijs, en dat is natuurlijk door contracten wordt die prijs, komt die prijs tot stand, dat we dan een flinke explosie in de prijs gaan zien. Nou, dat is tot nu toe nog niet echt gelukt, maar wellicht lukt het een keer wel, maar ik zou er maar niet van uitgaan. Goed, dat was dat. Dan verder met deze koersconstructie. Dit is gewoon een duidelijke downtrend. We zien wel dat het aan de onderzijde wel redelijk houdt. Natuurlijk nog steeds deze box, dat die keer op keer support is. En de onderzijde blijft, zoals je hier kan zien, wel redelijk gelijk. En dat is in die zin enigszins positief nog. Maar verder, ja, schat ik de kans wel steeds groter dat het een keer uitbreekt naar beneden. Is dat meteen een probleem? Nou, als je hier naar kijkt, en dit staat er redelijk grof in, ik zou dit, als we daar echt naartoe gaan, zou ik dit wel ietsjes meer wat specificeren, deze levels. Zou met een drop, een terugtest van deze range ergens, volgens mij heb ik dat wel eens eerder gezegd, ook niet slecht zijn gezien deze enorme stijging en dan weer omhoog. Als je dan een flinke push kan maken, is in die zin een bullish constructie op het grote plaatje nog wel in stand. Maar binnen deze range, zoals ik net meerdere keren aangaf, staan we er gewoon zwakker voor. Ik denk nog steeds dat dat long term niet uitmaakt. Maar ik weet dat er ook een hoop mensen zijn die, ja, toch schrikken als iets in hun portefeuille hard daalt. En ik zal dat even inmeten. Mochten we uiteindelijk uit deze supportbox echt ontsnappen, ja, dan kan je toch wel nog een daling van zeker 15% verwachten. Meet je dat in als je echt ergens in de topzone hebt gekocht, dan doe ik hem nog niet eens bij de WIX, dan zou ik hem even gewoon hier netjes op de body nemen. Dan is dat ook wel een daling van, ja, ongeveer 35% kan dat dan worden. En ik weet dat mensen daar niet, daar toch wel moeite mee hebben. En daarom wil ik nogmaals zeggen, beleggen is sowieso voor de lange termijn. En ik denk dat je dat met edelmetaal nog meer echt goed voor jezelf, mocht je eraan willen beginnen, moet bedenken, dit is echt een lange zit.
En in die zin is het natuurlijk ook zo, dat ik ook al meerdere keren gezegd, mocht dit gebeuren, dan creëert dat wel weer een beter koopmoment. Dan zijn we aan het einde gekomen van deze video over edelmetaal en de vet. Vond je deze video leuk, dan zou ik het tof vinden dat je hem even een blauw duimpje omhoog geeft. Heb je ergens vragen over, wil je een aanvraag doen over bijvoorbeeld een keer een platina of een bepaald mijnaandeel of zo in deze categorie. En natuurlijk met de andere categorie waar ik video's over maak geldt dat ook. Dan kan je dat ook altijd eventjes hier beneden in de comment section achterlaten. Ben je nog niet geabonneerd en vind je dit soort content interessant, dan zou ik het altijd leuk vinden dat je even op die mooie abonneerknop drukt. En wil je echt geen enkele video missen, zet dan ook het belletje even aan. Dan dank ik je voor het afkijken van deze video en zie ik je heel graag weer terug in de volgende video.